kan dat dan? Ik heb toch niks gemist? Nee, sorry, maar dit snap ik echt niet. In deze serie gaan Marley en Silke de strijd met elkaar aan. Aan de hand van 5 challenges worden de dames uitgedaagd. Wie mag zich kronen tot kampioen van het spoor? Dit is Marley versus Silke. Wat? Dat zou chill zijn. Yes, het is weer zover. Marley en Silke, het is vandaag weer tijd voor een nieuwe challenge. Jullie zullen vandaag ervaren hoe het is om met een beperking te reizen. Deze challenge zullen jullie echter niet alleen volbrengen. Jullie zullen je reisgezelschap treffen op station Leiden. Degene die zich met de minste hulp van A naar B weet te komen, wint de challenge. Veel succes van Mr. Ed. Oké, cool. Oké, nou, go Leiden. Dag, Peter. Hoi, Peter. Dag, Peter. Hallo. Dat is Ona. Welkom in Leiden. Ja, dankjewel. Wij gaan jullie uitdagen om als iemand met een beperking te gaan reizen met de trein vandaag. Ja, cool. Okay. Ik met de rolstoel. En ik met de stastok. Laten we gaan. Ik vind het spannender om niks te kunnen zien dan dat ik het spannend vind om met die rolstoel. Met die rolstoel dan denk ik, ja, ik val een keer om of zo. Maar doordat je met niks zien niet weet of de mensen in je buurt zijn of je opgevangen gaat worden. Ja, dat vind ik wel echt heel spannend. Neem plaats, zou ik zeggen. Oké, mijn tas. Oh, die hang je dan daarachter. Oh, het is best wel lastig dat je met pasje. Oh, die doe ik zo meteen wel weg. Ook maar gelijk mijn wheelie testen. Ik zie je al wat vast hebben. Ja, ik ga jou wat spullen uitreiken. Ja. Want jij mag natuurlijk ook niks zien. Ik zie niks. Jij mag ook niks zien. Ik heb voor jou een tasstok. Wat een groot ding, oké. Okay. En ik heb voor jou een geblindeerde skibril. Die mag je opzetten. Oh jeetje, dat is echt heel donker. Ja, dat is gewoon niks. Ik ben wel een beetje bang dat ik mensen ga vloeren met dat ding. Leiden naar Rotterdam. Nou, je klinkt heel ver weg. Nee, je hebt vlak naast je. Hier, ik heb iets. Je hebt iets gevonden. Met die stok heb ik overal op geslagen. Ik denk dat het subtieler kan dan wat ik deed. Oh. Oh, wauw. Ja, dit was hem. Snel. Terwijl ik nu aan het uitzoeken was welke trein we gaan pakken, kreeg ik dus dit berichtje van Ed binnen. Dat we de reisassistentie moeten vragen. Hallo. Mag ik iets vragen? Als het goed is, is een reisassistentie voor mij aangevraagd naar Rotterdam Centraal. Klopt dat? Oh, mevrouw, is dat al klaar? Goedemorgen. Dag. Nee, ik zit een beetje onhandig met die stok. Wordt er altijd heel lief gevraagd of je hulp nodig hebt om geduwd te worden of dat je het zelf doet? Dat gaan we zelf doen, hè? Gaan we zelf proberen. Okay. Het is nog niet altijd zo makkelijk, want het is soms een stukje steiler dan dat je van tevoren denkt. Mijn hersenen moesten nog processen, maar de afslag was al geweest. Oh, nee, ik ben mijn lijnen kwijt. Aanloopje. Oké. Moet je vervangen als het niet lukt? Nee, ik ga het proberen. Oké, nog één keer. Dank u wel, mevrouw. Oh, dat was echt zo lastig. Kijk, je kan nu rustig naar voren lopen als je een goed beetje toe gaat. Ik vond het best wel even spannend op het moment dat je die trein moet gaan zoeken voor de deur. Want je hebt natuurlijk eerst dan die richels, maar op een gegeven moment, ja, je moet een keer naar die trein. Ik heb denk ik de deur. Nee. Oh, hier, ik heb het. Mr. Ed, probeer zelfstandig het toilet op te komen. Waarom hebben ze hier een drempel in gemaakt? Of willen jullie meekijken? Nou, live vanuit het toilet. Top, het is gelukt. Marley, nou mag jij nog. Marley, ik krijg een berichtje binnen. Oh. Ja? Oh! Een stiltecoupé. Kan dit opnieuw? Mr. Ed. Dat is volgens mij een opdracht voor jou. Ja, nou. Nou. Ja, prima, dat gaan we doen. Ik ga wel even.
koffie gaan zoeken. Ik ga wel even kijken. Ik denk dus, ik dacht dus altijd dat er een sticker zat. Ja, dit is hem hoor. Dit is het. Ja, denk het. Ik denk dat ik hier een plekje zoek, maar ik weet niet of ik hier op iemand schoot. Zitten, ja, ik voel gewoon op die stoel. Ja, misschien ga ik op iemand schoot zitten. Ja, I don't know. Op het raam. Ben je er nog? Oh, je bent dichtbij. Ja, ik ga weer. Nou, Marley, welkom in Rotterdam. Dankjewel. Ik ga je verlossen. Geef de stok en je bril maar weer aan mij. Hier, ik zal mijn bril... Woe! Zo, nou, we zijn nu in Rotterdam en we hebben nu geruild. Silke gaat nu als blinde. Yes. En Marley gaat nu in een rolstoel terug. We gaan het proberen. Dus we kunnen vertrekken. Maar je hebt ook mensen die weten dan van je mag de hond niet aaien. Ja. Maar die gaan dan in de winkel, ik mag jou niet aaien, hè? En dan... maar dan is die hond natuurlijk afgeleid. Ik ga wel een deutje geven als het niet mag, hoor. Bij u? Oh, zit de deur nog dicht? Ik heb beter... Nee, we lopen even een stukje verderop. Geef u mij een hand. Waarom? Mensen willen met heel veel goede bedoelingen en willen ze mij elke keer helpen. En ik dacht, nee, ik wil dit zelf proberen. Waarom? De deur is in een stukje verderop. Oh, maar ik wil graag zelf voelen. Mag dat? Ja, u bent wel dicht bij de rand van tussen de trein en de... Yes. Zo, we zijn er weer. Oké. Okay. Ga zelfstandig het toilet in. Oké. Okay. Oh ja. Hop. Een soort inparkeren met de auto. Oh, kut. Oh ja, nou moet de deur nog. Ik heb een sms'je gekregen van Mr. Ed. Oké. Okay. Zoek een speeltecoupé van Mr. Ed. Mr. Ed. Oké, zullen we weer gaan? Ja, ik ben op zoek naar een stiltecoupé, mevrouw. Oh, dan moet je nog maar eentje doen, denk ik. Zijn jullie op zoek naar een stiltecoupé? Ja. Dat gaat nog niet zo goed. Jawel, dat gaat hartstikke goed. Ja, het is een beetje druk. Leuk zo'n challenge, maar dit wordt hem niet. Maar hoe wist jij nu ondertussen dat het zo druk al was? Nou ja, dat merkte we waren net bij het station van het spoor en die trein liep helemaal vol. En is er gewoon weer doorkomen aan. En ja, dan zou ik het beltje er ook weer neergooien. Heb ik een afslag gemist of zo? Oh, je hebt niet meegevoeld. Hoe kan dat dan? Ik heb toch niks gemist? Hé, hey, sorry, maar dit snap ik echt niet. De traplopen gaan nog wel heerlijk. Het is nu tijd voor de uitslag. Ik ben eerst met Marley richting Rotterdam gegaan. En Marley die heeft heel goed de trein gevonden. Daar krijgt ze 4 punten voor. Woehoe. Van de hoeveel eigenlijk? En, van de 5. Oh, nou, dat is lekker. Ja, mooi. Dan vervolgens moest je de stiltecoupé vinden. Nou, dit was heel makkelijk. Daar krijg je 3 punten voor. Woehoe. Dan terug met Silke. Die heeft heel goed geprobeerd de trein te vinden. Dat lukte niet helemaal, dat de assistent gewoon heel goed zijn werk deed. Maar dan krijg je ook voor je inzet en je doorzettingsvermogen 4. Ah nee joh! En vervolgens moest je de stiltecoupé vinden. Dat is niet gelukt, omdat het gewoon veel te druk was in de trein. Terecht dat het niet gelukt is. Maar je was wel heel voortvarend bezig en je vroeg hulp aan mensen en alles. En dat vond ik juist heel goed daarom. Dus daar krijg je 4 punten voor. Oh. Maar nee, ik krijg je de andere nog. Beide zijn jullie de trein niet zelfstandig ingekomen. Oh, dat is jou ook niet gelukt. Ik dacht dat jou dit gelukt was. Maar er was wel een groot verschil. Want Silke gaf niet op na 1 keer. Maar jij werd na 1 keer proberen al meteen de trein te doen. Ja, ik zat er gelijk in. Dus daar heeft Marley 3 punten en Silke 4 punten. En bij in het toilet komen... We zijn al twee ingekomen, dus daar hebben jullie al 2 3 punten gescoord. Dus Silke heeft ook deze gewonnen. Silke is de beste gehandicapte. Dat is de conclusie van